Er wordt al heel lang gesproken over meer treinen tussen Leiden en Utrecht. En Zoeterwoude zou daar mooi van mee gaan profiteren. Was heel lang het idee, hè? Ja, dat is door de provincie destijds in het leven geroepen. Dat eerst zou er een Rijn-Gouwenlijn komen, later een snelle trein tussen Utrecht en Leiden. En dan extra stations in Hazeswoude en in Zoeterwoude. Dat was de bedoeling. Ja. Bij Meerburg. Bij Meerburg, inderdaad, ja. En nu kwam er opeens voor de een goed en voor de ander slecht nieuws. Leiden die was toch wel blij, want de provincie heeft met de NS nu een manier bedacht dat er toch meer treinen kunnen komen. Maar dan zonder station bij jullie. Ja. Dat is inderdaad zo en dat is heel erg vervelend. Want dat station had toch een duidelijke positie ook in die nieuwe wijk die we aan het oprichten zijn. Waar we ook toch al wel wat moeite hadden met de woningbouw en de kantorenbouw. En dan is dit weer niet een stimulans daarvoor. Dus dat is erg vervelend. Ja, en dat gaan we ook niet zonder meer accepteren. Want we hebben wel handtekeningen gezet samen met de provincie onder dit verhaal. Ja, dat was gewoon een dure belofte eigenlijk. Letterlijk ook, want we hebben er ook veel geld in gestopt, zowel als regio's als gemeente. En is in elk geval wel een probleem, dus daar moeten we zeker nog eens even goed over praten met de provincie. En niet alleen de gemeente rekende erop dat station er kwam, maar ook bedrijven die zich in de buurt hebben gevestigd waarschijnlijk? Ja, klopt, bedrijven en ook de burgers die daar nieuw komen wonen, maar zeker ook bedrijven daar. Nieuw kantoor van de NEM, Heineken die heeft het al in zijn personeelsblad gezet, dus ja, dat was wel een verwachting dat dat wat ging worden. En nu? Ja, het is vrij vers nieuws. Dus wij hebben in elk geval gezegd, we willen daar toch nog eens heel goed naar kijken of dat nou echt onafwendbaar is. En dan zullen we toch met de provincie om de tafel moeten van jongens, dit gaat zomaar niet. En dan maar eens kijken waar we uitkomen. Want als het wel onafwendbaar is dat er in ieder geval geen treinstation komt, dan moet er in ieder geval een andere goede oplossing komen. Dan moet er in elk geval op vervoersgebied een next best oplossing komen. En zijn we nog steeds teleurgesteld en dan moeten we toch nog wel even verder praten. Dan moet er misschien nog wel hier en daar wat gecompenseerd worden. Daar zou je aan kunnen denken, ja.